Ja, ik heb 20 jaar zitten wachten op zo'n band. En dit is helemaal fantastisch. En wat is het dan dat je 20 jaar hierop hebt zitten wachten? Nou, dat, dat er allerlei stijlen worden gebruikt. Er zit variatie in. Ja. Ik herken allemaal... mijn favoriete cd's zitten erin. Weather Report, Steely Dan, George Duke. Ja, ze speelden een paar nummers van 20 years for this kind of music. Dankjewel. Ja, mijn English is very good. En ze speelden een paar nummers voor de uitzending. Vandaar dat we hier zo over kunnen praten. Een nieuwe soundtrack bij de doelpunten van Bergkamp. Welke muziek klinkt er bij de boksende kangaroes? Muziek ter lering en de vermaak. We hebben het over de grote NTR klassieke muziekquiz. Mike Bodé en Isilde Hallesleben aan tafel. Dat is ter lering en de vermaak. Klassieke muziek, nog steeds een voor velen onneembaar bastion. Terwijl het zo ontzettend prachtig is daarbinnen. Hoe gaan jullie het aanpakken, Isilde? Niet wat je misschien denkt met de titel, met bordjes en quiz. En dat je dingen moet indrukken en dat je er heel veel van af moet weten. Maar wel met heel veel verschillende rondes. Met soundtracks en... Echt, ja, en met 3 top-ensembles trouwens. Die zijn echt fantastisch. Ja, 2 hebben we er hier. Zeg eens wie er meedoet. Nou, we doen mee. Dat paste niet. Het cello-octet achter topcellisten. Was net, nee. Was, ja, we hadden deze gasten al net een beetje te druk. Je kan ze niet van het publiek onderscheiden. Maar achter jou zitten 5 gouden stemmetjes. Die gaan we zo horen. En dan is er een spliksplinternieuwe band. Die heet Atlas. En dat is met Remy van Kester. Ik ben een groot fan van... Hij had net zijn nieuwe cd uit... Ik zag hem laatst met Hans van Maan op het podium. En er komt ook nog een documentaire over me uit op 1 juni. Ja, ik ben groot fan van hem. Dus die gaan allemaal tegen elkaar gaan die... Muziek maken bij beeld. En dan gaat, er wordt er een jurypunt. En Mike heeft ook allemaal vragen. Buitengewoon speel. Ja, even de rondes. Ken je klassiekers? Is een ronde. Ja, ken je klassiekers? Nou, kom op maar. Nou, en, dan gaat-ie. Moet Paul, let je op. Schrijf je mee? Ik ga meeschrijven, ja. Prima. ik ga een stukje zingen om de kandidaten af te leiden... En ik speel een aantal klassieke thema's. Er komen er ongeveer 10 langs. Ja. En de kandidaten moeten raden welke dat zijn. Oké. Okay. Heel eenvoudig eigenlijk. Paul, dus daar gaat hij. Komt hier, Paul? Deze is heel bekend. Deze kent iedereen. Deze ook, deze ook, deze ook, ook, ook. Deze ook, deze ook, deze ook, ook, ook. Dit is een favoriet. Waar elk een van geniet. Deze valde je vaak op tv, in de lift en op de wc. Deze die hoor je helaas veel te weinig. En dat terwijl deze zo catchy en goed is. En deze, let op. Deze hoor je vaak. En dat is een hele, hele, hele slechte zaak. Ik heb Vivaldi gehoord. De Radetzky-mars heb ik gehoord. De Radetzky-mars, heel goed. Ik heb iets van Vivaldi Schumann gehoord. Van Schumann? Ja. Nou. André Rieu. Schubert. Schubert bedoel je. Schubert bedoel ik. Schubert en Bangerach. André Rieu kwam ook. André Rieu kwam ook. En een of ander orkest. Een orkest. De naam is gevallen. Als jullie missie, ik weet niet of het de missie is... maar ik kan me voorstellen dat je hoopt dat mensen denken... nou, die muziek dat is misschien ook wel wat voor mij. Hij is natuurlijk een beetje de brug tussen Strauss... toch ook klassieke muziek, en een groot publiek. Ja, zeker. Nou, een brug. Ja, een brug. Nee, hem is iets gelukt. Maar jullie willen natuurlijk verder. Niet alleen Strauss, maar ook de wat... Ja, het is wel leuk om die... er hangt om klassieke muziek altijd een beetje een heilige sfeer... Nou, het tweede seizoen heeft wel Tijl Bekkant echt ook geprobeerd... de tiende van Tijl Bekkant heeft daar al heel veel aan gedaan. Heeft er echt heel veel aan gedaan, hoor. Ja, heeft er al heel veel aan gedaan. En vooral verhalen vertellen en ons echt naar zich toe trekken... en daar muziek in te zetten. Hele mooie, bijzondere verhalen die vertelt. Ja, wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen. Ja. Om, om ook eens een grap erover te maken... en om het in een luchtige omgeving te maken. Andere ronde, dat gaan we straks allemaal zien. Wij doen alleen maar amusetjes. Is het WK, het voetballen, laat ik het zo maar zeggen. We staan op de drempel van het nieuwe WK. Het oude WK... We herinneren ons allemaal Robben die op Casillas afging. We dachten even dat we wereldkampioen werden, maar die bal ging er niet in. Ja. Dat is een opdracht aan de ensemble straks verenigd om daar muziek bij te maken. We hebben Remy gevraagd. Remy, overigens ontzettend leuk je weer te zien. Ja. En je wordt nu al een jaar gevolgd, begrijp ik? Ja, de NTR die maakt een documentaire. En die hebben eigenlijk alles gevolgd wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Dus mijn samenwerking met Hans van Manen. Ja. Maar ook met Kees van Koot heb ik gewerkt. En ze hebben daar een... Heb je een beentje op gericht? Las ik zoiets? Ja, dat is dus Atlas. En dat wordt meteen als eerste optreden. Ja, meteen op tv. Dus dat is best wel spannend. Oké. Want ook, weet je, toch iets... Ja, wij als klassieke muziek, we zijn zo opgegroeid... maar er is wel veel aan het veranderen in de klassieke muziek. Dus heel veel... muziek willen toch een soort nieuwe weg bewandelen, een nieuwe weg vinden. Kijk eens hoe Lexie erbij zit, man. T-shirtje, spijkerbroek. Ja, nee, maar precies. En ik speel dan wel harp en er zitten wel bloemetjes op.
Maar, ja, René, daar hebben we het over gehad. Er moet nog iemand opstaan. Die, want ze zijn echt lelijk. Nu is die Iris bij zich. Maar Goldie van hem, hè, dat is echt een groot, gouden, protserig ding. Kan er iemand even een paar goede harpen ontwerpen voor Remy? Met maar deze heet Iris. Ja, heet deze heet Iris. Ja, zo heet hij gewoon. Kijk, we gaan even kijken naar Aero. Even kijken naar het moment. Moment, en daarna komt de muziek van Remy erbij. Dit is het. Ja, goed. Oké, okay. Zo ging het, ja. Matthijs. De Jong. Snijder. Ja, goede bal, Robben. Op weg naar, Arjen Robben. Oh! Oké, okay, de opdracht is dan straks, jongens, maak hier muziek bij. Remy, ben je er klaar voor? Yes. Alright, yeah. Alright. Wat een drama, hè? Volgende ronde. Begrafenishits. Heel gezellig. Hoe werkt dat? Ja. Mike heeft zich heel lang verdiept in alle grote hits die bij begrafenissen werden gespeeld. Daar is hij natuurlijk heel vrolijk uitgekomen, dat begrijpen we. Ja. En daar doe je echt van alles mee. Maar ook, jij kan, kun je dat even doen? Dat hele schizofrene, dat je twee dingen... Nee, kun je... Eerst... Paul, kun jij een beetje zingen? Ik kan vrij goed zingen. Doe even een hit en dan bijvoorbeeld een van de dingen, een van de vragen is of je het wil afzingen. Oké. Okay. Dus, of je het wil. Maar klassieke muziek neem ik aan. Ja. Oh, dus afneurien, nou. Afpingelen, vocaliseren. Vocaliseren. Wow, dat is een mooi woord voor de Vandaan. Ik ga even lekker vocaliseren. Gaat het in de Vandaan? Oké, okay, dan ga ik je testen. Ja, ik ga even lekker testen. Hij is al voorbij gekomen. Net in jouw ja, medley. Ja, dan ben ik benieuwd of je hem nu ook kan nazingen. Oké. Okay. Komt-ie. Heel goed, ja. Kan hij ook al, dat is niet zo moeilijk. Dat is toch leuk? Heel leuk. Ja, echt. Maar dit is geen begrafenismuziek, hoor. Hè? Nee. Maar voor iets gedragen. Maar ik kan niet alles verklappen. Nee, maar ik heb hier staan begrafenishits. Ja, ja, maar goed. Het moet wel kloppen met de quiz bewaren. We moeten nog een heel seizoen straks, Matthijs. Oké, oké. Wat zijn begrafenisnummers dan? Begrafenisliederen dan? Wat is een voorbeeld van een begrafenislied? Nou, bijvoorbeeld het Adagietto van Mahler is heel bekend. Vaak Adagio for Strings van Barber. Ja, ik weet, is een hele bekende. Ja, één muziek. De Canon van Pachelbel is een hele en iets bekende. Iets van Cello, wat ook in Ordinary People, de film Ordinary People, ook een heel bekende. Maar ik weet begon het te tellen. Bij ons gaat het Cello ook Ted gaat Canto Ostinato spelen. Ook heel geliefd, ja, bij. Heel bekend. Maar de dames van Cobra zeiden, die is ook geliefd bij bevallingen. Een soort dodelijke, hele lange bevallingen. Ja. Volgende ronde, geïnspireerd door deze scène uit de film Microcosmos. Even kijken. Ja. Ja? Even kijken. Twee vrijende slakken, prachtig op muziek gezet. Ik toen we het hier over hadden van hoe gaan we die quiz doen, wat gaan we allemaal doen, toen dacht ik hier aan, want ik dacht, dus hier zie je wel wat muziek doet, want ik word echt ontroerd hiervan, maar feitelijk kijk ik naar twee slijmbeesten die een soort aan stereoparen zijn, want slakken kunnen elkaar tegelijk bevruchten. Dat is eigenlijk bizar, dus dan zie je wat muziek doet, ja. Matthijs. Ja, en mensen realiseren zich vaak niet dat ze de hele tijd naar klassieke muziek luisteren, want bijna bij iedere film op tv zit klassieke muziek. Mm-hmm. Als je een thriller opzet, zit er hele moderne klassieke muziek bij vaak, om de spanning hoger te maken. Ja. Mensen realiseren zich dat vaak niet. We gaan nu kijken naar het... luister ook vooral, dames. Rise, please. Het Cobra Ensemble, ook een van de deelnemers. Niet de slakken, wel... Zijn jullie klaar? Wel de vissen. Moeder zei, wij gaan niet mee.
Gelderlaak en een pak boksende kangeroes. Maar dan met Remy van Kesteren. Ik neem aan dat ze allemaal moeten dan iets spelen onder de beeld. Is er dan ook een jury? Ja, of er zo? Is een jury bestaande uit drie mensen: Bob Timmerman, Esther Pieterlijn, Wildernis en Suuskind. Ja, ja. En Erik Corton, ook een hele muzikale jongen. En die gaan dan bepalen en wie Esther Pieterlijn, altvioliste ja. De Stichting Viola. De grote NTR Klassieke Muziekquiz is te zien vanuit het gloednieuwe Tivoli Vredenburg donderdag 5 Tivoli Vredenburg, dat gaat dus niet eens open dan. Waar ik ook nog zeggen, het is nog niet eens open, we mogen er al in. Nou ja, dat was het. Doei. 8:30 op Nederland. Tot zover. Both of my boys play the piano and they're getting better and better at it. They haven't achieved this stature yet, but they haven't gotten close to Carnegie Hall like you have, or people like Quincy Jones influencing your life. But you also do a little musical improv at home to keep her skills sharp, which I thought was wonderful. Can you give us a little example of how that goes, and maybe we can play along? Are you ready? Can you ready to do a little musical improv, classical musical improv? Well, Ashley, every style. It's not boring at home. The song that she played for you earlier was when I was making taco dinner. So you never know when these songs pop out and she composes them. But we definitely have fun. So if you can use any expression or phrase or a color or words or a scene, and she can compose, and we can. Well, give us an example. You ready? Okay, for Mother's Day. How about a boy that's been away at college for many, many months, maybe overseas, and he's seeing his mother for the first time, and his mother's seeing him, and he has a bouquet of flowers for her, and they're running slowly towards each other. Wow. Okay, here we go. Take it away. Yes, that's her favorite thing to do. She writes for orchestra. She just premiered a bunch of symphony pieces with orchestra. And her favorite thing in the world is scoring for films. Wow, she's got like a lot on YouTube, though. Can I, John Williams, move over. Can we jump in on this? Because I don't want people at home to think that you guys do, that you, she knows. Do you mind if I give you my improv idea? Sure. Okay, look, she's like, sure, what's coming? we've not talked about this, but okay, so we're both from the Midwest. Okay. And I have a very vivid vision of that storm front coming in where the tornado warnings are out and the sirens are going and everybody is like hunkering down because you see the black clouds coming over the horizon and the winds are starting to pick up. Okay. Can you take that? Here we go. Let's see. Sure. Okay, how about kids at a birthday party? It's gonna be a surprise. They've got the little girl blindfolded and she's gonna take it off and she's not gonna believe what she sees. So it's from the little girl's perspective? It's the little girl's perspective. Oh, so she's leading up to it. Do you have one?